Fel verzet uit de medische wereld tegen euthanasie op zwaar demente patiënten. 240 artsen en ethici die melden vandaag in deze krantenadvertentie dat ze er absoluut niet aan mee willen werken. Ze vinden dat de schriftelijke wilsverklaring onvoldoende is om euthanasie te krijgen als een patiënt eenmaal diep dement is. En in die advertentie schrijven ze: onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot. Directe aanleiding voor het protest is de bekendmaking van 3 zaken van euthanasie op diep demente ouderen. Zometeen een debat hierover tussen een van de ondertekenaars van de advertentie en de oprichter van de Levenseinde Kliniek, die juist bedacht is vanwege artsen die euthanasie weigeren. Zo'n 400 ouderen wonen in het woonzorgcomplex Acropolis in Rotterdam. Op vrijdagmiddag wordt er muziek gemaakt, koffie gedronken en gebiljart. Voor meneer Polak is het duidelijk. Mocht hij later gaan dementeren, dan wil hij niet verder. Als je altijd maar zo recht voor je moet uitstaren en helemaal niets, zou ik er zomaar stoppen. Daarom zou ik eigenlijk een verklaring moeten. En dat zou ik best doen. Maar nu komt er discussie over die verklaring en zeggen artsen, ja, ook al heb je zo'n verklaring, dan nog is het maar de vraag of je een eind aan het leven moet maken van de mensen die dement zijn. Maar je moet over je eigen leven kunnen besluiten. Dat vind ik ook. Het is mijn leven. En als ik vind dat het niet meer goed is, dan is het over. Mevrouw Ochtmans was in haar werkzame leven verpleegkundige. Zij heeft zelf een wilsverklaring opgesteld. Daar staat in dat ik voor euthanasie kies als ten eerste als de kwaliteit van leven mij niet meer helemaal bevalt of wat ik naar zou vinden. En ook als het leven voor mij op is. En dat staat erin. En eventueel ook als ik dement zou worden. Stel dat u dement wordt, vindt u dat dan niet meer de moeite waard? Nee, dan vind ik het leven niet meer de moeite waard. Want als je dan zo ziet de mensen om je heen, dat is geen kwaliteit meer. Dat is geen kwaliteit van leven meer. En dan kunnen ze nog zo lief zijn, en dat zijn ze hier echt hoor. Maar dan zo afhankelijk zijn, zo verschrikkelijk afhankelijk zijn, dan komt die doodswens. Hoe gaat het met uw vrouw? Ja, nou gaat het goed. Ze denkt dat het vandaag gebeurt. Gisteren is ze bij de buren afscheid wezen nemen. Ja. Dus. Hoe komt hij verder nog? U weet wat er gaat gebeuren, mevrouw Goudrian. Ja, komt hij nog? U weet wat er gaat gebeuren volgende week. Wat? Weet u dat? Weet u wat er gaat gebeuren? Hoe bedoel je? Nou, waarom de dokter langskomt. Waar komt de dokter over praten straks? Oh, dat weet ik niet. Nee? Een documentaire over de Levenseinde Kliniek vorig jaar versterkt de twijfel die er al langer is bij artsen en ethici over euthanasie bij mensen met dementie. De camera volgt de laatste fase van het leven van de dementerende Harny Goudrian. Dit is de snelste dag dat we het kunnen doen. Want ik moet huppakee. Ja, hier is huppakee. Zal ik hier huppakee zetten? Het gaat niet dat ik hier wil nou. Vandaag kan niet. Dan pas. Dat is de dag dat we het dan echt... Dan moet het gebeuren, Annie. Dan doen we het. Dan doen we het. Het vraagstuk over euthanasie houdt ook de bezoekers van de kapsalon in het Rotterdamse woonzorgcomplex bezig. Ik kijk om me heen en ik zie daar die mensen die dement zijn en ik vind het geen leven meer. Maar nu zeggen artsen vandaag in de krant, je moet daarmee uitkijken. Als mensen dement zijn, kunnen ze niet meer hun eigen wil kenbaar maken. Dus dan kunnen we eigenlijk geen euthanasie meer toepassen. Ja. Nou, wie moet dat dan doen? Ik heb geen kinderen. Wie moet dat dan doen? Dat is ook eigenlijk mijn angst. Ja, angst. Maar dat het dan niet gebeurt, terwijl ik toch eigenlijk van alles geregeld heb. Voor zover het kan hoor.
U hoopt in ieder geval dat uiteindelijk met uw wens rekening wordt gehouden? Dat hoop ik zeker. Dat hoop ik zeker. Ja. Ja. Ja, we gaan het over dit onderwerp hebben. En de advertentie in de krant met Gerrit Kimsma, huisarts, al 43 jaar lang. En ook scanarts. Dat betekent dat u een second opinion uitvoert als mensen in aanmerking komen voor euthanasie. En Petra de Jong, initiator van de Levenseindekliniek. Beide welkom. Meneer Kimsma, ik begin eerst even bij u. Wat was de aanleiding voor u en alle andere ondertekenaars van die advertentie om die te publiceren vandaag? De aanleiding was een laatste casus die door de toetsingscommissie uitgebracht is. De casus oordeel 2/16/85. Ik heb hem hier voor me liggen. En die casus is eigenlijk een illustratie van het moeras waarin je terechtkomt wanneer je euthanasie verricht bij diepdementen. Wat ging er mis? Eigenlijk alles wat er mis kon gaan. Zowel de procedure voorafgaande aan een verpleeghuisopname die de patiënten per se niet wilden. De opname zelf in een verpleeghuis waarin ze meerdere keren duidelijk om een levensbeëindiging vroeg. Ze wilden dood. En men dat niet naar juiste waarde geschat heeft. En ondertussen werd haar dementie alleen maar erger. En de uitvoering van de dementie is in detail besproken en toegegeven door de uitvoerende arts. En daaruit blijkt dat de patiënt eerst heimelijk gedrogeerd is. Ze is gesedeerd. En tijdens de uitvoering heeft ze zelf duidelijke tekenen van weerstand gegeven. Ze wilde niet meer. Zij werd wakker tijdens de toediening van het barbituraat. Ze kwam overeind en ze is met geweld in het bed teruggedrukt. De euthanasie is afgemaakt. En dat is nou juist het punt waarop tot onzorgvuldig is geconcludeerd door de toetsingscommissie. Ik begrijp het. Dit is een zaak die niet goed is gegaan. Die heeft geleid tot deze advertentie. Ja. Mevrouw de Jong, als u dit hoort, eerst maar eens. Wat dacht u toen u die advertentie zag vanochtend, die dus gericht is naar een van die zaak die helemaal misging? Ja, ik dacht deze advertentie is verwerpelijk, maar ook zinloos. Verwerpelijk, omdat de morele weerzin van de dokters, het lijden van de dokters, boven het lijden van de patiënt wordt gesteld. En zinloos, omdat een arts nooit verplicht is euthanasie uit te voeren. Het hoeft helemaal niet, er is geen verplichting om het te doen. Dus er is geen reden om een advertentie te zetten. Uw reactie? Ja. Zinloze advertentie. Ja. En u stelt uw eigen belang voor dat van de mensen die graag in aanmerking willen komen van euthanasie. Ja, dat verbaast me. Ik denk dat die advertentie opgesteld is vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid voor de professionele moraal. En wat deze casus vooral duidelijk maakte, is dat er een sprake is van... Maar laten we deze zaak even loslaten. Ja. Die heeft u duidelijk gemaakt. Ja. Ik wil graag dat u reageert op de kritiek. Ja. Dat u zichzelf voorop stelt en dat het u niet meer gaat om het belang van de patiënten. Je kunt je afvragen of het belang is van diep dementen om aan levensbeëindiging te komen. Nadat het moment gepasseerd is waarop zij nog zouden kunnen communiceren. Hoor je de mensen... Dat is tot op dit moment een cruciaal element. Ja. Maar hoe moet het dan? Hè? Die mensen die we net zagen in Rotterdam in het filmpje zeggen, ja, maar als ik zo'n wilsverklaring heb ondertekend ik word dement, dan kan het toch niet zo zijn dat een arts zelf dan besluit om dat maar weer niet te doen? Ik denk dat je mensen duidelijk moet maken dat een wilsverklaring op zich geen garantie is. Mm-hmm. En dat er een moment kan komen in een proces van dementie dat men niet datgene krijgt wat men wil. Dus men moet eigenlijk een beslissing nemen om het leven te laten beëindigen terwijl er nog een vorm van communicatie mogelijk is. Wijlen minister van Volksgezondheid, Els Borst, natuurlijk een van de initiatiefnemers van deze wet, die zei er in 2013 dit over in Buitenhof. Kijkt u mee? Ik vind dat die wilsverklaring dan ook geldt als de wil van die patiënt. Ook al is hij nu, hij of zij, volstrekt dement. En daar ligt een tegenstelling met de opvattingen van de artsenorganisatie die zegt, ja, als je niet meer echt kunt communiceren, dan kan dat eigenlijk niet meer. Ja, meneer Kimsma, wel degelijk dus een verklaring waaruit blijkt dat ook als je diep dement bent, euthanasie kan Dat was de wens van Els Borst en zo hebben vele mensen ook
de wet geïnterpreteerd, dat is correct. Maar de beroepsgroep heeft altijd gezegd, er moet een vorm van communicatie mogelijk zijn. Dat is zelfs in de handreiking. Petra de Jong. De beroepsgroep heeft vandaag ook aangegeven dat iedere arts dat voor zichzelf moet bepalen. Ja. Dus dat de artsen ook vrij zijn, zoals het in de wet staat, dat als iemand zelf zijn wil niet meer kan uiten, maar deze schriftelijk heeft vastgelegd, dat dan de arts tot uitvoering mag overgaan. En dat is aan de overweging van de individuele arts. Ja. En daarom heeft het niet zoveel zin om met z'n allen een advertentie te plaatsen. Want ja, daarmee probeer je waarschijnlijk alleen maar de moraal van andere dokters te beïnvloeden. Zijn niet de minste, als 240 professionals zeggen, dit vinden we doodeng. Dit kan dus van alles misgaan. Dat blijkt uit een van de laatste voorbeelden die we zojuist gehoord hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over misschien familieleden die hele andere motieven hebben om tot deze beslissing te komen. Dit is een selecte groep artsen. We hebben bijna 50.000 artsen in Nederland. Dus 200 zijn er maar een paar in feite. Je moet je ook goed realiseren dat euthanasieverzoeken bij mensen, door mensen met vergevorderde dementie, is echt heel zeldzaam. Gebeurt ook weinig. Veel mensen hebben wel een wilsverklaring. En ik weet van 80% van de mensen die een wilsverklaring hebben opgesteld, dat ze dat ook doen vanwege de gevreesde ontluistering van dementie. Niet vanwege het verpleeghuis, maar vanwege de ontluistering die de dementie met zich meebrengt. En ja, die willen dat niet. En die willen wel dat dat uitgevoerd wordt. Wat is uw persoonlijke grens? Want u heeft natuurlijk in uw praktijk ook een aantal keren, neem ik aan, euthanasie. Meerdere keren. En als iemand ook dement is? Ook bij mensen die dement waren. En waar ligt uw grens? Wanneer zegt u de grens ja ligt nee? Bij de diepe dementie, waarbij de patiënt niet meer weet waarvoor je komt. Geen signalen van ondraaglijk lijden geeft, maar soms ook wel. Dat wisselt. Dat wisselt zelfs per dag, zoals we weten. Maar u zoekt naar een helder moment. De patiënt weet niet waarvoor de dokter komt. En in de praktijk, en dat is het moeras dat je moet voorkomen. Het moeras is dat patiënten niet begrijpen wat die dokter gaat doen met de spuit. In de Levenseinde Kliniek, de documentaire waar we een kort fragment uit lieten zien, heeft vorig jaar tot grote discussie geleid. Die patiënt heeft duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk vond dat die levensbeëindiging niet kon plaatsvinden voor de camera. En dat moment is niet gehonoreerd. Misschien mag ik even uitspreken. De vraag is of die patiënt daarmee ook niet iets gezegd heeft van een verzet tegen de volgende handeling. Hm. Dat blijft de vraag. Maar wat me opvalt is dat u praat over casussen waar u zelf niet bij bent geweest. Nee. En waar u een oordeel over heeft. Ik zal me daar ver van houden, want ik weet het gewoon niet. Ik ben er niet bij geweest. Ik kan er ook niet over oordelen. Ik weet wel dat je in een film kan je maar een heel klein deel zien. En dat was ook het geval bij die Levenseinde Kliniek film. Ik heb van de dokter gehoord die de uitvoering heeft gedaan, dat hij een hele lange periode met deze vrouw gesproken heeft. Ja, meneer Kersma, wat wilt u, als ik u mag vragen, want we zijn bijna aan het einde van dit debat. Wat wilt u bereiken met deze advertentie? De wet ligt er, die is klip en klaar. We hebben mevrouw Bos nog horen zeggen. Bent u niet verplicht om euthanasie toe te passen. En we horen mensen, een aantal mensen in een verzorgingshuis zeggen, maar als ik zo'n wilsverklaring heb getekend, wil ik ook dat daar gevolg aan wordt gegeven, ook al ben ik diep dement. Wat wilt u met deze advertentie? We willen met deze advertentie bereiken dat mensen zich bewust worden dat zo'n verklaring op zich niet een garantie biedt en dat ze tijdig moeten besluiten dat ze een levensbeëindiging willen en dat ze het niet zo ver moeten laten komen dat het 11:45 is in plaats van 11:55. Duidelijk. Dan moet ze te vroeg dood, dus van u. Dat is niet te vroeg dood. Nee. Deze discussie die gaat nog enige tijd door, maar dat doen we op een ander moment. Dank u wel allebei voor uw komst. Dank u wel.